Welkom bij 1 Petrus 2, vers 10, het slotvers van dit formidabele gedeelte. Waarin Petrus in een aantal zinnen de kerk van zijn tijd en de kerk van nu neerzet. als een creatie van God, een schepping van God zelf. Hij benoemt daarin van alles, onder andere ook dat mensen kunnen struikelen over Jezus. Maar dat overkomt de kerk van Jezus niet, want die is juist gegrepen door Jezus. Uitverkoren, een nieuw volk van God. Koningen en priesters, een heilig volk, door God verworven, heeft God moeite voor moeten doen. Om zijn grote daden te verkondigen, uit te dragen in woord en daad. Want geroepen en gehaald uit de duisternis en in Gods wonderbaarlijke licht binnengebracht: het licht van de eeuwigheid, van genade, liefde en vergeving. En dan schrijft Petrus in vers 10, en daar rond dan dit gedeelte mee af. Eens was u geen volk. Maar nu bent u Gods volk, eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. Eens was u geen volk. Dat klopt helemaal. Even naar hier en nu bijvoorbeeld. De kerk van Jezus is een samengeraapt gebeuren. Menselijk gesproken een zootje ongeregeld. Want er is geen aanwijzing dat het te maken heeft, of reden dat het te maken heeft met menselijke... Uh, verbanden of verbonden met uh, bloedbanden of met status of met rijkdom of met uh, geslacht of met weet ik wat voor onderscheid je ook maar kunt bedenken. Wij zijn geneigd om uh, op grond daarvan groepen te vormen, né? omdat we affiniteit hebben met een groep of hobby of uh, uit dezelfde stam komen of wat dan ook. Maar de kerk van Jezus is samengetrokken uit alle volken, alle omstandigheden, alle lagen van de samenleving, rijk en arm. Slaven en vrijen toen de tijds, mannelijk, vrouwelijk, niet van belang, jood of niet jood, een enorme scheiding in die dagen, niet van belang, bij elkaar gebracht, een werkelijk allegaatje van van alles. en volk dat niet op biologische manier een volk was. U was eens geen volk. Uit alle lagen van de bevolking. Dat snapten de niet-joden die tot geloof waren gekomen. Maar die kwamen naar allerlei volken. En ja, nu vormen ze ineens een groep. En ja, hoe is dat nou dan? Uh, en het is ook, maar het is ook een echo voor Israël. Israël hoort de echo van Hosea erin terug. De profeet die van God de opdracht kreeg om met een hoer te trouwen. En die wordt dan zwanger en baart een aantal kinderen. En een daarvan is een zoon die heet Loami. Niet mijn volk. Het is een profetische naamgeving. Want in de tijd van Hosea moet God helaas tegen Israël zeggen: Jullie zijn mijn volk niet meer. Maar in dezelfde profeet komt dan later ook de belofte van herstel en van uitbreiding. Niet mijn volk. Jullie waren geen volk. Geen volk, geen samenhang, geen plaats. En nu? Nu ben, je, nu ben je Gods volk. Nu zijn jullie samen het volk van de levende God. Een totaal, compleet contrast. Je kunt het niet sterker bedenken. Een nieuw volk van God uit alle volken. Joden en niet-joden. Gekenmerkt door de geest van God zelf. Gekenmerkt. Door het leven en werken van Jezus zelf, samengeroepen door Hemzelf. Ook nu weer wijs ik even naar de kerk van vandaag. Kijk maar naar de tegenwoordige kerk wereldwijd. Kijk naar de veelkleurigheid van de vormen van samenkomst bijvoorbeeld. Het is werkelijk niet te geloven hoeveel veelkleurigheid er is, op hoeveel manieren de lokale kleur ook meedoet in de samenkomst en de lokale uh, taal van muziek uh, meedoet in de samenkomst. En hoe er lokale verschillen zijn ook. Enorme variatie aan en vormen van kerk zijn. En toch allemaal één volk, namelijk Gods volk. Meer dan twee miljard mensen die het volk van God vormen. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel. En dat kwam omdat met name de niet-joden, die snappen dat heel goed, denk ik. geen idee hadden van de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die schepper van hemel en aarde is. De God en Vader van de Heer Jezus Christus. Pas toen het hun verkondigd werd, toen begon het duidelijk te worden. Maar voor die tijd hadden ze geen idee van Gods ontverming. Dat er een God was die met hen meeleefde en hun zijn liefde wilde schenken en zijn warmte en zijn aanwezigheid. Wat ze kenden waren de koude, kille, dode, veeleisende goden. Geloof me maar, de goden van vandaag zijn niet anders hoor. Koud, keel, dood en veeleisend. Moet je niet achteraan lopen. Dat is echt bedrog. Maar je weet soms niet beter. Soms heb je geen idee dat er zoiets bestaat als een levende God die een warm hart toedraagt. Daarvoor moet je hem eerst leren kennen. Maar ook de niet-joden kenden dat uit hun geschiedenis. De periodes van het Loami zijn: geen volk van God zijn. Van verbanning, van uh, bestraffing, van uh, gruwel en geweld. Zelf over zich afgeroepen. God die ver weg is. Ik moet erbij zeggen dat het gevoel van afwezige God ook soms uit mensen zelf kan voortkomen. Terwijl het niet klopt met de werkelijkheid. Ik kom mensen tegen die heel sterk het gevoel hebben dat God niet naar hen luistert. En niks aan hun doet en niet bij hen aanwezig is. En juist in het lijden niet hun nabij staat. Waar is God dan? Zeggen ze tegen mij. En dan zeg ik: Die zit naast je. Moet je even goed om je heen kijken. Die is in je buurt is vlakbij om je te troosten en te helpen. En kijk naar het beeld van de leidende Jezus. Die het lijden van de hele wereld op zich genomen heeft. Ook jouw lijden. Hij is vlakbij. Maar je moet hem leren zien. Leren herkennen. Nu wordt zijn ontferming aan jullie geschonken. Schrijft Peters aan de gemeenten in Noord-Turkije. Die een samenraapsel zijn van van alles en nog wat. En toch één volk van God vormen. En daarmee een eigen identiteit en status krijgen... Die boven alle andere identiteiten en statusen uitsteekt. Geschonken. De ontferming van God geschonken. In het besef van het werk van Jezus. In de kracht van Gods liefde. En in de overtuigende werking van Gods Heilige Geest. Die de gemeente, de kerk vormt. En bij elkaar houdt. God leeft mee. Hij schenkt zijn genade en zijn liefde. En mensen die daarna zoeken. De Hebreeënbriefschrijver zegt er ook. God is een, een beloner van wie Hem ernstig zoekt. Uit het diepst van zijn hart, van haar hart. Zo geeft God zijn ontferming aan mensen die daar eerst geen idee van hadden. Wat een formidabel boodschap en wat een formidabel geschenk vind ik dat. En dat gun ik iedereen, jou ook. Tot zover. In elk geval, God zegen toegewenst.